Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik de trendeditie Merry Kisses van Essence uittesten. Dit is een kerstcollectie en hij is vanaf eind november in winkels te koop, maar nu al online. En ik heb even getwijfeld of ik hem nu al zou opnemen, maar ik dacht, nou, misschien is het ook niet zo erg om hem wat vroeger op te nemen, want dan kun je uiteindelijk zelf beslissen of dat het een collectie is waar je van iets van zou willen kopen of dat je denkt van nou, die laat ik lekker aan me voorbij gaan. Ik ga uiteraard wat meer informatie geven over deze collectie en we gaan de producten samen uitproberen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de trendeditie Merry Kisses van Essence en hoe die bevalt en welke producten er in deze collectie zitten, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb het persbericht er even bij gepakt en deze collectie is geïnspireerd op de prachtige en sprankelende accenten van de feestdagen. Deze collectie zou alles bieden wat je nodig hebt om een ultieme feestdagenkloot te bereiken. Er zitten glinsterende, glanzende accenten voor het gezicht in en de lippen. En er zitten ook wat versieringen in voor het gezicht en de nagels. Deze collectie zou perfect zijn om extra bijzondere beauty momenten te creëren. En dat is ook eigenlijk alles wat Essence erover zegt. Het eerste wat ze hebben is een blush en highlighter duo. En dat is deze. En ik vind de verpakking wel heel mooi. Want kijk, er zitten kleine sterretjes in. Ik weet niet of jullie die goed kunnen zien. En die bewegen een beetje. Dus dat geeft wel een heel leuk effect. Deze heeft de naam 01 Under the Mistle Glow gekregen. En Essence zegt zelf over dit product. Het is dus een 2-in-1 glinsterende blush en highlighter. Het is een combinatie van rozenhout en een gouden highlighter tint. En je zou hier een stralende huid van krijgen. Het doosje gaat gewoon zo open. Hij is verder van karton. En dan heb je hier zeg maar het product. Ik zal even het blaadje eraf halen. Dan kunnen jullie het ook goed zien natuurlijk. Het blush gedeelte is wat kleiner. De highlighter die overheerst wel een beetje. Kijk, dit is de blush en dit is de highlighter. Ik vind het wel leuk, ook de versieringen in de binnenkant. Ik zal hem eventjes opnemen voor de swatch. En die ziet er dan zo uit. De blush en de highlighter. Ik vind het er op zich wel mooi uitzien. Ik ben wel heel benieuwd hoe het er op het gezicht uitziet. Maar de eerste reactie is bij mij wel positief. Maar het is natuurlijk wel de vraag hoe is de uitwerking op het gezicht. Ook hebben ze dit jaar een mooie kwast uitgebracht. Eigenlijk heb ik de laatste tijd niet echt meer de kwasten gekocht. Maar ik kom soms wel eens een kwast tekort als een van mijn kwasten in net gewassen is en nog niet droog. En ze hebben dus nu een hele mooie kwast uitgebracht. Ik weet niet of ik hem er makkelijk uit krijg. Ja, hij gaat er wel makkelijk uit. Zo ziet hij er dan uit. Hij is vrij zacht qua haartjes. Het is echt een hele zachte kwast met hele mooie gouden details. Ik ga even kijken hoe deze kwast heet. 01 Meet Me Under the Mistletoe. Het is dus een super zachte gezichtskwast en er zitten vegan haren in. Heeft een volumineuze vorm voor het zacht aanbrengen van gezichtspoeders. En daar was ik al een beetje van uitgegaan. Ik vind deze kwast niet echt geschikt voor de blush of de highlighter. Maar inderdaad wel voor het gezicht af te poederen. Dus dat is wel heel leuk wat mij nu alleen opvalt. Ik zit even te kijken. Nu staat er een keertje geen Essence op. Mensen staan ook op de stelen van de kwasten het Essence logo. Die zie ik nu niet. Maar het is wel een mooie kwast. Ik kan hem dus nu in deze video niet gebruiken, omdat ik mijn gezicht al heb afgepoederd. Maar ik laat hem dus wel eventjes zien, omdat hij meer geschikt is voor een gezichtspoeder dan voor de blush en highlighter. Ook zijn er echt hele schattige sponsjes en het is heel erg leuk, want deze kun je ook in de kerstboom hangen. Ik zal even kijken, ik krijg ze er alleen nu niet uit, want het doosje gaat niet heel makkelijk open. Oh, hij zit nog dicht. Zal eens even kijken of ik hem open kan maken zonder dat mijn nagels helemaal beschadigen. Nou. Ik denk dat ik even een plaatje van het losse sponsje in beeld ga zetten. Want dan zie je ook even wat mooier hoe de
de afdruk die erin zit. Er zit een afdruk in namelijk. Kijk, maar ik zet even een plaatje in beeld, want ik krijg hem nu echt even niet open. Deze heeft de naam 01 Where Hearts Unite. Wat ook wel heel leuk is bijvoorbeeld om deze als verpakking te gebruiken. Als je de sponsjes eruit hebt, kun je bijvoorbeeld heel leuk hier wat decoratie in doen en in je kerstboom hangen. Maar je kunt hem dus ook in je kerstboom hangen. Dus ook super leuk om cadeau te geven. Essence zegt over deze sponsjes. Er zitten dus twee make-up sponsjes in. Het is eigenlijk een beetje de klassieke vorm die we wel kennen, ook van de Beauty Blender. En hiermee kun je heel eenvoudig poeder- en crème texturen aanbrengen. En ja, de geschenkverpakking is gewoon super leuk. Het is wel echt super schattig, vind ik. Dan zijn er ook hele leuke stickertjes voor de nagels. Ze hebben dit jaar niet gekozen voor nagellak, maar wel voor stickertjes. Dus hier kun je ook leuk je nagels mee versieren met de feestdagen. Deze hebben een naam gekregen, maar dat is dan weer wit op goud. Dat vind ik altijd een beetje onhandig. 01 Mistletoe Magic Stick Around heten deze stickertjes. Essence zegt zelf dat het 60 zelfklevende nagelstickertjes zijn in glinsterende, gouden en kleurrijke kerstontwerpen. Ik zal even kijken of ik hier al... Ja, ik laat het gewoon even van dichtbij zien. Dan kun je zelf even zien wat voor afbeeldingjes erop zitten. Ik zie inderdaad wel echt kerstgerelateerde afbeeldingjes. Het is wel heel leuk om een kerst... nagellook mee te maken. Het is altijd wel handig als je dit soort tikketjes opplakt om daarna denk ik even een topcoatje aan te brengen. Dan blijven ze net wat beter zitten en voel je niet heel erg dat stickertje aan je nagel zitten. Dan is er een tinting lip glow. En dat is deze. Die ziet er zo uit. Uiteraard heeft hij een naam gekregen. 01 Star Kiss Bliss. Het is een zacht glinsterende liptint met een transparante roze kern. En hij zou een zoete kersengeur hebben. Ik ruik hem wel, maar ik vind hem niet heel erg overheersend, moet ik zeggen. Er zit een heel leuk sterretje in. Kijk, en dit is dan de lipglow. Ik zal hem even swatchen, wel heel leuk. Dus ik ben heel benieuwd of die ook echt een beetje je lippen gaat laten glinsteren. Vind ik het echt een ultieme lipproduct voor de feestdagen, dat denk ik niet. Want ik zou eerder dan toch wel voor een rode lipstick kiezen. Ik heb hem hier geswatcht, maar volgens mij zie je hem niet eens heel goed. Dus laten we hopen, je ziet een heel licht roze streepje, maar geen glitters. Dus laten we hopen dat hij op de lippen dan wel een beetje glittert. Dat zou wel leuk zijn. Dus daar ben ik benieuwd naar. Ook is er gekozen om dit jaar gezichtspareltjes uit te brengen. Ik heb ze wel gekocht. Ik ga ze voor deze look niet gebruiken hoor. Want ik vind dit kun je eenmalig gebruiken. En dat is dan leuker om met feestdagen te gebruiken. Maar ik laat ze je wel zien. Die zien er zo uit. Deze hebben een naam gekregen. En ze heten 01 Mistletoe Kiss Don't Wait to Miss. Het zijn 62 zelfklevende pareltjes in verschillende maten. En je kunt ze dus gebruiken voor zowel je ogen, je gezicht, maar ook op je nagels. Dus je ziet inderdaad hele verschillende pareltjes. Ik zag heel toevallig op Instagram iets voorbij komen dat mensen dit doosje hadden versierd met die pareltjes. Dus daar zou je ze ook nog voor kunnen gebruiken voor zoiets te versieren. En ze hadden het ook... bijvoorbeeld op de huls van deze gedaan. Zag er wel heel erg leuk uit. Dus je kunt ze wel voor meerdere doeleinden gebruiken. Dus dat zijn deze. Dan zijn er echt super schattige stiekjes. Kijk, het zijn twee stiekjes met een sterretje erin. Je hebt eentje die glittert. En je hebt een velvet stiekje. Wel echt super schattig. Deze hebben ook vast een naam. 01 Mistletoe Bow Kiss Below gekregen. Het is dus een set inderdaad van twee strikhaar elastiekjes, een zachte en een glinsterende variant. Het zou een flexibel elastiek zijn en comfortabel om te dragen. Ik ga het wel proberen, maar ik weet niet of ik het om mijn dikke haar heen krijg. Maar dat gaan we dan wel zien, maar het ziet er wel heel erg leuk uit. En het laatste wat ze dan hebben, dat is een Changing Shimmer Lip Oil. Color Changing Shimmer Lip Oil, moet ik zeggen.
Dat is dus deze. Ik liet hem net al even zien vanwege de dop, zeg maar. Hij ziet er zo uit. Heeft de naam 01 Kiss en Wish gekregen. Deze Shimer Lip Oil zou de kleuren in een zacht roze tint kleuren, maar dit is weer afhankelijk van de individuele pH-waarde aan je lippen. Dus heb je een hoge pH-waarde, zal de kleur wat intenser zijn dan wat je een wat lagere pH-waarde. Ik vind het altijd wel leuk, want dit soort producten die zijn dus bij iedereen anders om te zien, omdat iedereen een andere pH-waarde heeft. Hij zou een subtiel glanzend, goudglinsterend effect hebben. Ik ga hem even swatchen. Ik zal ook eventjes het applicatortje laten zien. Het is een vrij dun applicatortje. Vind ik ook wel weer eventjes fijn. Ik heb de afgelopen tijd veel lipproducten geprobeerd. Die hadden dan zo'n dikke applicator. Die kreeg je soms heel moeilijk uit het hulsje. Ik ben wel even heel benieuwd wat deze dan doet. Ook deze heeft een hele lichte geur. Ik zie alleen niet die glinstertjes van die glinstertjes erin terugkomen. Misschien dat we dat zo meteen zien als we het aanbrengen wel, maar dat zie ik nog niet echt. Dus dit zijn de producten die in deze collectie zitten. Ik zal eventjes mijn spiegeltje pakken en mijn haarbandje en wat kwastjes. En dan gaan we de producten uitproberen, want ik ben natuurlijk benieuwd hoe het op mijn gezicht bevalt. Omdat we twee lipproducten hebben, wil ik gaan beginnen met die Tinteling Lip Glow. Dus deze. Ga je hem ook nog scherp stellen of denk je van, doe het zelf maar vandaag. Ja, daar is die. Dus die ga ik nu eerst eventjes aanbrengen om te kijken hoe dat eruit ziet. Omdat we twee producten hebben voor de lippen natuurlijk. Ik had het zo leuk gevonden als ik deze video had op kunnen nemen met een kerstboom op de achtergrond. Maar zover ben ik nog niet voor de kerstboom. Ik was er nog niet aan toe. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar... Bij mij was het echt wel van, nee, dat vind ik echt nog te vroeg. Ik ga hem aanbrengen. Mijn lippen worden er roze van. Dat ziet er wel heel leuk uit, moet ik zeggen. Maar ik zie geen glittertjes. Ik dacht net met aanbrengen, ik zie een glittertje. Maar dat doet hij niet. Maar hij heeft wel een soort verzorging wat ik voel. Mijn lippen waren een beetje droog ook toen ik ging aanbrengen. En ik voel wel gelijk dat die een beetje gehydrateerd worden. Zaten er ook gehydrateerde ingrediënten in? Ik weet niet of dat erop staat. Zal ik dat eens even nakijken? Tegenwoordig zetten ze niet altijd meer de ingrediënten achterop. Nee, er staat alleen maar bij dat hij je lippen inderdaad roze maakt. Maar het valt me niet tegen. Ik vind het er eigenlijk wel heel erg leuk uitzien, moet ik zeggen. Ja, het is wel een product wat ik lekker zou willen gebruiken. Ja, die vind ik er leuk uitzien. Voelt ook echt heel prettig aan. Dan gaan we door naar de blush en highlighter. Ik vind het wel jammer, er zijn eigenlijk niet zo heel veel make-up producten dit jaar erin. Er zijn vooral ook wel, is er ook wel gekozen natuurlijk voor wat... accessoires, wat ook leuk is. Maar ik vind make-up producten toch ook altijd wel erg leuk. Maar ja, we kunnen ook niet alles hebben. Ik ga beginnen met de blush. En ik heb dus wel mijn eigen kwasten gepakt. Omdat, wat ik net al zei, die kwast die erbij zit is echt meer voor de poeder. Dus laten we het gewoon aanbrengen. Ik zie gelijk wat gebeurt. Ik zie hem gelijk roze kleuren. En dat is wel heel mooi. Ik vind hem niet heel overheersend. Het is nog best wel natuurlijk. Ik ga wel even voor de zekerheid nog een laagje doen, want dat doe ik eigenlijk altijd. Maar het eerste wat ik denk is, ik vind het mooi. Het is niet overheersend. Het is een mooie roze kleur die bij heel veel mensen denk ik heel mooi staat. Kijk, eigenlijk is één laagje genoeg. Want twee laagjes, dan gaat hij wat meer overheersen. Maar goed, ik moet dat nu bij de andere kant natuurlijk wel doen. Maar ik zou toch voor één laagje gaan. Of je moet van heel intens houden. Maar ik vind het bij blush altijd wel een beetje lastig. Want je kan dan heel snel het gevoel hebben alsof iemand... of dat je je gestoten hebt. Of dat je een flinke slag voor je gezicht hebt gehad of zo. En dat is natuurlijk niet heel erg handig. Ja, het ziet er mooi uit. Ik kan er niks anders van zeggen. Het is wel grappig, hè? Dan met de swatch leek hij niet zo heel intens. En dan eigenlijk op je gezicht komt hij heel mooi tot z'n recht. Dat vind ik altijd wel heel leuk van dit soort producten, moet ik zeggen.
Nou, dan zit die er eigenlijk al wel weer op. Hadden jullie deze collectie ook al gezien of sprak het je misschien minder aan? Er zijn wel collecties geweest die wat meer bevatten, bijvoorbeeld ook qua oogschaduw of zo. Maar daar hebben ze dus dit jaar niet voor gekozen, zoals ik al zei. Maar goed, het lijkt me ook best wel moeilijk om elk jaar toch weer een nieuwe collectie te verzinnen als make-up merk zijnde. Gaan we nu de highlighter doen. Oh, ook mooi. Het is echt een kleur die ik zelf heel erg mooi vind. Je ziet hem meteen opkomen. Daar hou ik heel erg van. En hij komt gelijk echt op het gezicht tot z'n recht. En daar word ik heel erg blij van, kan ik je vertellen. Ook aan deze kant. En ik zit nu net iets anders met het licht van. Ik zie het gelijk weer mooi gebeuren. Ik word hier zo blij van. Prachtig. Ja, ik kan niks anders zeggen. Ook wel eens een keer leuk als iets gelijk tot zijn recht komt. Hè? Dat het gelijk goed werkt. Zonder dat je er heel veel moeite voor hoeft te doen. Beetje op het puntje van mijn neus trek ik hem een beetje door. Dat doe ik eigenlijk altijd. Wat een leuk paletje zeg. Ja, schattig. Doe ik ook een beetje op het cupido boogje boven mijn lippen. Kijk, normaal gaat dit makkelijker, want dan heb je nog niks op je lippen. Maar omdat ik nu natuurlijk al die lipkloden op heb zitten. Het ziet er echt prachtig uit. Dus dat is heel erg mooi. Nou heb ik natuurlijk nog heel erg mooi die lipkloden op zitten. Die vind ik echt prachtig. Dus ik denk dat ik de lipolie er even overheen aan ga brengen. Ik denk dat dat gewoon even het makkelijkste is voor nu. Het is misschien niet het allerleukste, maar ik heb nu lekker nog die verzorging ervan. Ik vind het zo jammer om er al af te halen, omdat die echt heel erg mooi is. Maar ik ben natuurlijk ook wel heel erg benieuwd naar die lipolie. Maar ik weet dus niet of dat het handig is om, als ik hem eroverheen aanbreng. Maar ik twijfel een beetje of ik deze er dan toch af moet halen. Nee, ik ga hem er gewoon overheen aanbrengen. Weet je, dan zien we wel wat hij doet. Want deze heeft geen... Ja, nee, dan is de kleur misschien niet tot slecht. Ik zal hem er toch maar even afhalen. Eventjes een gepuzzel, maar ik ben er toch uit. Klein beetje met pijn in mijn hart toch die eraf gehaald. En dan gaan we nu die lip oil proberen. En ik ben heel benieuwd of die zich aanpast aan mijn lippen. Ja, ik heb er nu nog weer aan geroken. Het lijkt een soort aardbeiengeurtje of zo. We gaan hem aanbrengen. Het resultaat ziet er wel leuk uit, maar ik ga hem eventjes wel even goed laten intrekken, zodat hij even goed tot zijn kleur recht kan komen. En ga ik toch even mijn haren doen en dan kunnen we even zien hoe dit er uiteindelijk uitziet. Maar als ik heel goed kijk, zie ik niet dat glitter effect. Gaan we gewoon even in laten trekken, dan zien we het zo wel. Ook de stukjes zitten in mijn haar. Ze passen drie keer om mijn haar heen en ik heb heel dik haar, waardoor het... Ja, dat is eigenlijk wel heel erg fijn. Ik weet niet of het dat zou lukken, maar dat lukt dus wel. Ze zijn ook heel geschikt voor dik haar. Dus dat is wel heel erg, erg leuk, moet ik zeggen. Goed, dan zit alles erop en is het tijd om de collectie na te bespreken. Laten we beginnen met de tinteling lipgloss, dat we die als eerste hebben geprobeerd. Super leuk. Ik merk gelijk verzorging. Ik vind dat mijn lippen echt een leuk roze kleurtje krijgen. Ik had misschien gehoopt dat ik ook echt wat van de glitter zou zien. Dat is niet gebeurd. Maar ik vind de kleur die die afgeeft wel echt super leuk. Dus dat is wel, wel fantastisch eigenlijk.
Het blush en highlight paletje, ja, die heeft me echt heel positief verrast. Ik vind echt dat de blush al heel mooi zichtbaar wordt eigenlijk na één keer aanbrengen. Wat ik al zei, bij twee keer aanbrengen wordt die misschien net iets te veel, maar dat is een persoonlijke keuze. En de highlighter die spat ook echt van mijn gezicht af, dus dat vind ik ook echt fantastisch. Ik heb inmiddels ook eventjes die lipolie in laten trekken en bij mij wordt de kleur best wel intens. En dat heeft er puur mee te maken dat ik best wel een hoge pH-waarde in mijn lippen heb. Dus dat vind ik ook echt wel heel erg leuk. Ja, ik vind hem super leuk. Ik zie alleen niet dat fijne gouden glittertje die erin zou moeten zitten. Dus ja, die valt wel weg. Maar verder vind ik het wel heel leuk. Ja, die stiekjes zijn ook super leuk. Ik moet wel zeggen, deze die... merk je wel, zeg maar, dat hij een beetje... Hij blijft een beetje aan je kleren kleven, maar het is wel heel erg leuk. Het was misschien leuker geweest als ik er twee vlechtjes of staartjes van had gemaakt. En dat heb ik ook letterlijk geprobeerd. Maar ik voelde me zo kinderlijk daarmee dat ik dacht, nou, volgens mij moet ik dat niet meer willen op mijn leeftijd. Maar het is ook wel heel erg leuk. En misschien ook heel erg leuk om te doen eventueel bij kinderen. En als je het wel heel leuk vindt om dat te maken, is daar natuurlijk ook helemaal niks mis mee. Maar ik dacht, oh, ik krijg zo'n kinderlijk hoofd hiervan, dat moet ik maar niet doen. Maar wel heel blij dat ze drie keer om mijn haar heen passen. Ik ben dus eigenlijk super tevreden over deze collectie. Ik heb helaas natuurlijk niet alles kunnen testen. Maar ja, ik vond het ook wel belangrijk om te laten zien wat er nog meer te koop is na de producten van de make-up. Ik ben benieuwd wat jij van de collectie vindt. Is het een collectie die je misschien ook online al hebt gekocht? Of waar je misschien toch nieuwsgierig naar bent geworden en zodra die in de winkel ligt toch naar wil gaan kijken? Laat het zeker even weten in de comments. Ik ben in ieder geval heel erg tevreden. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!